vorig jaar was iedereen Parijs. Zij aan zij betuigden mensen hun medeleven aan de Fransen. De wereldwijde solidariteit bleek springlevend. Terecht verenigde de wereld zich in haar afschuw van de terroristische wandaden. Ook wij van Denk hebben dat toen gedaan. Maar die afschuw en solidariteit heb ik helaas niet gezien toen vorige week Ankara en Grand Bassam het toneel waren van vreselijke terroristische aanslagen. Het was een bijzonder moment in de Tweede Kamer. Wat doet het met je als je nu terugkijkt naar die beelden? Het was zeker een uniek moment. Het was voor het eerst dat een politieke partij of een politicus een statement maakte als deze in de Tweede Kamer. 2015 en 2016 waren twee onstuimige jaren waarbij heel veel terroristische aanslagen zijn gepleegd. En wij stelden ons de vraag, is een mensenleven dat wordt gelaten op het Europese continent meer waard dan een mensenleven dat wordt gelaten in Afrika of in Indonesië of in Turkije of in het Midden-Oosten, waar dagelijks terroristische aanslagen plaatsvinden? We zien in de Tweede Kamer dat er een minuut stilte wordt gehouden ter nagedachtenis van de gevallenen in Europese hoofdsteden. We zien echter ook dat dat niet gebeurt op het moment dat het plaatsvindt in het Midden-Oosten. En wij wilden een statement maken. Afgelopen zondag was Ankara het strijdtoneel van terrorisme, toneel van terrorisme. En ik zou u, maar ook mijn collega's willen vragen om ter nagedachtenis van de slachtoffers die zijn gevallen een minuut stilte te houden. Wij hebben die vraag gesteld en we hebben netjes aan de voorzitter gevraagd of we een minuut stilte konden houden. Dat was niet mogelijk. Er gebeuren heel veel aanslagen en dan nemen we het ook in overweging en dan laten we ook u weten wat we daarmee doen. Maar om het nu zo te doen vind ik het een beetje ingewikkeld. De fractievoorzitters van het CDA en de VVD vonden het ook totaal onnodig. Tot slot. Voorzitter, dank voor uw voorzichtigheid. Ik weet voldoende. We hebben toch 1 minuut van onze spreektijd gebruikt om een minuut stilte in de Tweede Kamer te houden. En dat was uniek. En daarom, voorzitter, wil ik 1 minuut van mijn spreektijd gebruiken om alle slachtoffers van terreur, waar dan ook ter wereld, te herdenken. Op het moment dat ik daar stond, 1 minuut stil, zag ik in mijn ooghoek Selçuk Öztürk en een beleidsmedewerker van Denk de enige twee personen waren die stonden om respect te getuigen. De overige Kamerleden waren verrast en verbijsterd. Aan hun houding zag je dat ze het niet prettig vonden. Ze wisten er niet mee om te gaan. In mezelf dacht ik nog, wat zou er nou gebeuren als een van die Kamerleden opstaat tijdens die minuut stilte om er een punt van te maken? En dat gebeurde niet. Ze wisten er niet mee om te gaan. We kregen kritiek vanuit alle kanten, maar soms is het nodig om een dergelijke statement te maken, om de discussie aan te wakkeren. En die discussie is in de dagen die daarop volgden ook volop gevoerd. We zagen ook dat een paar maanden later, wanneer er weer een vreselijke aanslag was gepleegd in Istanbul, dat het vanzelfsprekend was om een minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers die daar zijn gevallen te houden. En ik zal niet zeggen dat ons statement de enige reden is geweest waarom er vlaggen zijn gehezen op verschillende stadhuizen. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat wij bijgedragen hebben aan het voeren van een discussie waarbij er veel meer aandacht komt voor dit soort zaken.